Ze zien hier ook allemaal van die theelichtjes. Waarschijnlijk hebben ze hier een ritueel gedaan of zo. Ik blijf het zeggen, ik vind het nog altijd zo bizar om in zulke gebouwen binnen te komen. Kijk, dit terrein staat echt vol met werkmaterialen, zelfs auto's. Kijk, via hier kunnen we al kijken. 35.067 kilometers. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van Semtex. Vandaag gaan we weer een paar urbex locaties doen. Hopelijk komen we dikke locaties tegen. Dus we gaan gewoon beginnen, hè. Allemaal torens en zo. Goh, je ziet echt wel neigen een stort uit. Ja. Al die bomen zijn op die daken gevallen. Kijk, daar zien we nog de boer zijn botjes staan. Dat was hier volgens mij een kippenhok of zo. Geen idee, maar het stinkt verschrikkelijk. Kijk eens hoe gaaf. Zo'n hele oudere mork. Kijk eens, gans, alle dakpannen zijn echt weg. Dat is wel wat jammer. Oh. En opeens staan we in een stal. Oh. Dat is hier waar de koeien gezeten hebben. Kijk, je ziet hier ook allemaal van die theelichtjes. Waarschijnlijk hebben ze hier een ritueel gedaan of zo. Dat kan, hè. Zo'n bankje. Ja, waarom zou je anders tegen? Ja. We hebben gepasseerd. Zo. Ja, merci. Ah, hier komen we in de building. Wow, kijk eens hoe lijp, man. Dat is ook echt oldschool, hè. Dat is echt oldschool. Wow, hier komen we precies in een soort living terecht. Hé, maar serieus, check eens wat een gat. Het heeft hier al serieus binnengeregend. Maar, kijk eens hoe cool. Dat was hier volgens mij, die persoon of die familie die er woonde, hun living. En check eens, deze is weer een jaartal dat we binnenstappen, niet normaal hè. 1930 of zo, I don't know, maar kijk eens hoe gek waar allemaal op die tafel ligt. En hier dan zo'n een oud Jezus beeldje, kruis. Van die ingewerkte kastjes. Daar zien we nog noten zelf. Kijk hoeveel spinnenwebben alleen al. Crazy. Dat is echt cool, zo'n hele oude kachel. En is dat niet zoiets waar je ook op kunt koken? Ik dacht van wel, ja. Ja, ik denk het ook. Je ziet hier zo'n kook... Ah ja, hier is hier ook kookplaat. Dus hier kon je gewoon vroeger op koken. Zie je, dan deed je kooltjes hierin. En dan warmte dat op. En dan kon je hier gewoon ja, je aardappeltjes opkoken. Als we hier even kijken, zien we hier ook een kookplaat staan met nog een kom op. Hier van die mooie ja, decoratie eigenlijk. Het is echt van in die tijd, ja. Oh. Kijk, en hier zien we dan zelf nog kleren van de eigenaar. En geen idee wat dat hier is. Misschien een soort boiler of zo. Geen idee, maar dat hier is volgens mij wel iets voor paarden, voor je voeten in te steken of zo. Als ik mij vergis, laat me maar weten in de reacties, want ik schat zomaar. Ik blijf het zeggen, ik vind het nog altijd zo bizar om in zulke gebouwen binnen te komen, waar dat echt, allez, besef, mensen hebben hier geleefd, ze hebben hier van alles meegemaakt, ze waren hier blij, ze waren hier misschien verdrietig, dat weet je niet, maar ergens als je hier binnenkomt, voelt je wel die familie eigenlijk. Je ziet die decoraties, hoe zij het echt wouden. En dat maakt het wel echt speciaal. Zoals deze stoof, dat is echt uniek gewoon om te zien. Met die oude pannetjes op. Dat is gewoon echt machtig. Is dat een auto misschien? Ja, dankjewel. Ja, zo. Gaat dat. Misschien een andere kant. Ja, het blijft er gewoon af. Cool, ja. Wauw. Oké, dus hier is blijkbaar dus de living. Dat is mooi, hè. Kijk, daar zien we ook weer een stoof. En de eigenaar speelde met duiven. Tweede in kampioenschap. Oude duiven. Beneden Parijs. Van 1950. Dus de persoon die hier woonde, heeft gewoon een prijs gewonnen met zijn duif. Is tweede kampioen geworden. Kijk, en dan zien we hier ook nog... kledingstukken. Hier zien we duidelijk van een man, een kostuum.
En hier hebben we dan, hoe dat ze het op zijn Belgisch zeggen, een chakosh. een handtas dus. Hier komen we gewoon in de slaapkamer terecht van de eigenaar. Wow, dat is echt nice. Zo'n oud naaimachientje weer. Dat is wel leuk om te zien. Hier zelf nog de oude sloeven. Echt zeer oud, volgens mij. Het lijkt zo meer op klompen, ik weet niet. Ah, het zijn echt klompen. Wow, joh, maar dat is echt ziek oud gewoon. Kijk, en dan hebben we hier nog een oude jas. Met bont van bovenaan. Het lijkt meer een damesjas. Dus volgens mij woonde hier wel een vrouw met een man. En misschien kinderen of zo. Hier zien we allemaal familiefoto's van trouw. En ze waren wel met tweeën. Dat zie je wel duidelijk. Dus ze hadden hier geen kinderen. Ze woonden hier enkel met hun tweeën. En ja, zij zorgden eigenlijk voor deze boerderij. Het is wel knap. En ook gewoon zot van deze tijd. Echt uniek gewoon. Hier hebben we de verlaten auto. Crazy. Een oud Opelletje. Kijk eens hoe een zieke binnenkant, joh. Amai. Dat zijn echt nog van die schone auto's, hè. Dat is chic, hè. 35.067 kilometers. Kijk eens, hier hebben we echt nog van die oldschool remorken, joh. Dat is wel cool. Kijk, dat is zo voor dingen in te doen. Krijg je melk of zo of water? Of bier. Of bier. Oké, we zijn er nog af. We gaan nu verder locaties gaan checken. Hopelijk komen we nog dikkere locaties tegen dan deze. Deze was spijt genoeg kapot geraakt door de natuur. Dus hopelijk komen we nog andere zieke locaties tegen, hè. Dus let's go, hè. Kijk eens, hier hebben we een garage. En hier staan echt wel nog veel spullen. Kijk, allemaal van die kleine motorkes. Hier hebben we dan één grote motor. Hier allemaal van die tandwielen en zo. Zo'n volledige werkbank vol met spanwijsje. Kijk, en dan hebben we hier zo één grote Colombo'er. Het is precies al een ouder modelletje. Kijk, mijn vogelnestje. Dat is wel echt zot. Kijk, hier hebben we dan een oude compresseur. Crazy wel nog. Kijk, dit terrein staat echt vol met werkmaterialen. Zelf auto's, hier staat een auto. Daar staat een auto. Van voor staat er nog auto's. Hier zien we zelf de auto al super diep in de grond steken. Ja, kijk, als je naar mij kijkt en dan kijk je de formaat van waar dat de auto, allez, tot waar de auto eigenlijk komt, zie je wel echt dat die best laag staat. Ja, echt in de grond gedompeld. Ik ga eens proberen. De deur krijgen we spijtig nog niet open. Kijk, hier zie je dan echt ook nog een oude auto staan. Geen idee van welk merk het is. Maar het is wel echt lijp om te zien. Met dat groen zo. We zijn nu het volledige huis al rondgegaan. De deuren zijn spijtig genoeg allemaal op slot. Dus we geraken niet in het huis. Volgens mij was dat hier persoonlijk geen huis. Maar was dat dan een werkplaats waar dat die ene meneer kon werken aan de auto's. En hier naast, ik weet niet of dat je het goed ziet, staat nog een huis, ook verlaten. Dus volgens mij woont die daar. Nu, daar gaan we eens kijken of we daarin geraken. Ik heb er wel schrik voor aangezien dat die deuren hier al toe zijn. Maar ja, we zien wel. En dan raak je binnen. Oh nee, kijk, het is ook met platen. Ah ja. Kijk, het is zo'n plaat dat leunt erop. Deze leunt eigenlijk op die zijkant, waardoor het is zo'n schuifdeur. Waardoor hij ze niet kunnen openschuiven. Oh man, er staan wel nog dingen binnen. Hè? Kijk, als je goed kijkt, er zien nog pottekes. Een lamp zelf, nog een verpakking zelf. Kijk,
is een verpakking. En ik zie, ja, ik zie alles eigenlijk in verpakking. Ja. De zetel staat daar nog in verpakking. Misschien ging die persoon dat hier woonde verhuizen of zo. Hè. En heeft hij alles mooi ingepakt, klaar om te verhuizen. Maar is die gestorven of zo? Of ja, geen idee. Kijk, via hier kunnen we al kijken. Ik heb spijt genoeg, ik denk niet dat ik hier tussen pas. Maar je ziet wel ook nog van alle materialen. Ik zie daar schoenen hangen. Als zo'n wijnfles of zo. Wow, joh, kijk hoe lijp. Hier staat zo'n oude militaire truck precies. Kijk, zo'n oude Volkswagenbus. Hippie-achtig. Nee, dat is gelijk de Fernand-peken. De Fernand, ook zo'n busje. Hè? Nee, Fernand van de kampioenen. Nice. En dan staat daar ook nog een halve camion-achtig. Maar kijk, als je naar buitenkant ziet, lijkt het wel een nieuwbouw. Hè? Deze gedeelte. Ja. Tegenover dat. Dat zijn huizen. Ja, wel inderdaad. Kijk, maar daar staan ook allemaal nog auto's. Oké, deze was echt wel een zieke locatie. Ik hoop dat jullie deze video ook echt nice vonden. Dus ik zou zeggen tot volgende week. En see you bij de next video.